Tijd voor de broedende vogels in de nestkasten van Beleef de Lente. De koolmezen op het boerenerf in Dongen hebben een gloednieuwe kast, maar die vinden ze niet goed genoeg. Nee, even verderop hangt een spreeuwenkast. Die is veel beter. Zodra het nest klaar is, legt vrouw haar eerste ei. Nog geen eieren bij de kerkuilen. Man brengt wel de een na de andere muis voor het vrouwtje en zo laat hij zien dat hij een goede vader is. Ze zijn steeds vaker samen in de kast. Dat eerste ei moet nu toch snel komen, zou je denken. De kerkuilen hebben overigens nieuwe buren. Nee, die niet. Dat is een koolmees. Maar dat is hem. De gekraagde roodstaart. Een prachtig mannetje. En nu nog een vrouwtje en kuikens. Een vreemde ooievaar valt vrouw-ooievaar aan. Als haar man komt helpen, is ze zo van slag dat ze haar eigen man niet eens herkent. Ze hakt op hem in. Vader krijgt rake klappen. En die stoken brand, die komt ook nog eens even langs. Voorzichtig met je eieren. Gelukkig houdt vader er niks aan over. De eieren zijn nog heel en de rust keert terug. Over een paar dagen komen de kuikens uit hun ei. De nijlgans op het zeearendnest leggen elke dag opnieuw een ei en bedekken het. En de steenmarter, wat doet die? Ja, daar is die weer. 'S'nachts rooft hij de eieren. Oh, laat er eentje vallen. Die is kapot. Dat schiet niet op. Maar de nijlgans laat zich niet gek maken. Zo, weer 2 eieren. Goed bedekken. En dan komt man nijlgans lang. Nee, dat is geen man. Dat is een andere vrouw. Die komt er ook bij. En legt ook een ei. Nou, gezellig. En laat dat onbedekt achter. Nou, het is te hopen dat de steenmarter er niet achter komt. De merels hebben 4 kuikens. En de kleine snavels moeten gevoerd. Man en vrouw vliegen af en aan met voedsel. De kuikens moeten in korte tijd flink groeien, want als ze nog maar 2 weken oud zijn, vliegen ze uit. Ja, we konden erop wachten, daar is die weer. De steenmarter. Die haalt weer de eieren weg. Oh, hij slurpt er ook nog eentje op, ter plekke. Een lege schaal. Ja, is best gezond. Goh, hoe lang houden de nijlganzen dit nog vol?